Goeie avond, Ude! Heb je nu zin in een feestje? Niks. Gewoon niks. In deze aflevering is Rob Kempst gast. Entertainer. Rob ken je waarschijnlijk als frontman van Snolle Bollekes. Misschien als liefhebber van Franse chansons. En als je in de zero's het programma Lama Gezocht hebt gevolgd, kan je hem wellicht ook nog herinneren als finalist. Maar de kans is groot dat je niet wist dat hij ooit begon als tonprater. De comedyvorm die onlosmakelijk is verbonden met carnaval. Ik had ooit een minuscuul kleine rol in de begindagen van Snolle Bolkes. Wat die rol was en hoe minuscuul klein die was, hoor je in deze aflevering. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Rob Kemps. Maar uh, laten we erin duiken. Want we laten erin duiken, yes. De, 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 ik denk dat veruit de meeste mensen jou <coughs> natuurlijk kennen als, als liefhebber, liefhebber van chansons. Ja. En, en, en een klein muzikaal projectje. Ah, je... Absoluut, ja, ja. Nog een klein, klein gebbetje <laughs> dat doen we ook nog. Let, letterlijk en figuurlijk, een beetje uit de hand gelopen. Ja, absoluut. Maar, uh, maar uh, en, en daar we zullen we het ongetwijfeld ook nog wel ergens over Snollebollekus gaan krijgen. En, en mijn, mijn hele kleine relatie met Snollebollekus. Ja, ja, maar. Ik ja, ben benieuwd. Uh, ik weet nog, want Snollebollekus begon. Mm -hmm. En ik zie opeens de beelden voorbij komen. En ik dacht. Hé, hey, maar die gast die ken ik al, want jij zat ook in uh, Lama gezocht. Ja, zeker. De, en volgens mij kwam jij als nummer twee, toch? Ik was tweede. Want het ging. Het, het was Tussen mij kom. en Cor of Don, ik weet niet. <laughs> Hij zit bij Cor en Don, nu, ja, hè? Ja, ja, ja. Dat is. Uh... Ja, ja, Adjus Bouwman. Adjus Bouwman. inderdaad. Ja. gezicht van, van Corinne Don, inderdaad. Ja. Dat is ook nog waar. Daar, daar heb ik ook weer gedacht. Hè? Maar jij was die gast van. Uh... Nee, maar voor hetzelfde geld was hij tweede geworden. Was hij snollebol ik nou, uh... scoren? <laughs> was ik nou Cor geweest? Hè? Je weet het niet. Precies. Uh, maar, dat, want dat was een, een talentenshow vanuit de Lama's. Dat ja. leidde toen een paar seizoenen. Er waren een paar mensen uit en toen waren. Talent is jouw is helemaal hip. Toen ja. gingen ze op zoek naar een nieuwe lama. Maar het ging ja. echt wel heftig tussen jou en, en Adjust. Kan het ja, ja. het was ook wel was ook echt een avontuur. Het was ook spannend om mee te maken. Het was toen een jaar of twintig. Dus, en, en echt. Het was improvisatie. Dus ik, wij maakten toen heel veel vlieguren. Ik weet nu wel, op het Max Euweplein had je het Comedy Café. Ja. En daar trainden wij af en toe. Zo op de, op de dinsdag of woensdagavond. Dat wij dan een beetje. Warm speelde, zeg maar. Dan was die Adjust ook bij. En, en, en even, sorry, want ik nee. heb altijd heel veel vragen. Met hoeveel deden jullie dit op één avond? Want ik ken het Café op Max Euweplein. Het podium daar was letterlijk nee, net zo groot als de tafel waar Nee, we nu precies. Aan zitten. Nee, maar dat was ook het mooie. Maar dan stonden we <laughs> inderdaad met, daar stonden we dan met vier man op. Ja. En, en Dara Faizi was daar ook nog bij. Waar oh. jij een hele mooie podcast ja, over ja. hebt gemaakt. Oh, wat ja, grappig. Die, die komt ook uit dat programma. Heeft Dara daar ook al mee gedaan? Zeker. Ja, ik ging nog die, die heb ik leren kennen op het station in Arnhem. En dan had hij en dat was voor de allereerste je had er net als bij Idols had je altijd de grote afvallersronde. Ja. Dus dan moest je echt voor een jury aan een bureau en die keken dan net of dat ze heel de hele dag aan zijn hypotheek zaten te denken, <laughs> zo van ja, dit wordt nooit iets. Je kon ook nooit iets grappigs doen. <laughs> ik denk dat dat de reden was waarom ze meededen als jury en die ja, inderdaad ja, dachten ja. dat de hypotheek is binnen. <lacht> <lacht> nee, dus en, en uh, toen had hij een soort van ja, iets van. Hij had een hengel bij of zo. Ik denk, ja. Ik dacht ook toen ik hem zag staan op station. Daar staat een klein mannetje met een hengel. Ik denk, die gaat vast ook naar de auditie. Want die moet ook iets grappigs doen. Ik weet het niet meer wat hij met die hengel heeft gedaan. Hij was wel door ook. En wat ik grappig. ook. En ik geloof dat, die, uh, dat Dara tot de halve finale is gekomen of zo. Of de kwartfinale. Ja. Wat grappig me niet Want ik weet dat ik het. Het is Deskijds, allemaal sinds 2007. Ik heb, ik heb het allemaal gevolgd en gekeken. En dat was in de periode dat ik heel veel comedy keken zag. En nooit had bedacht dat ik dat überhaupt zelf ooit zou doen of zou ja. durven. Ja. En dat ik ook wel zo... Oh, had ik dan misschien ook aan moeten... Oh, maar dat, ja, nou ja, het maar, was... Het, nou ja... Was... Wat, 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 hoe, wat was het bij jou dat jij dacht, oh, ik ga hier aan meedoen? Nou, ik, in eerste instantie, als, als een klein stapje terug, was ik als kind was ik altijd dek mee in de playback shows. En dan was ik altijd André van Duin. Dus of het nou Bloemkolen was, of de Buurtsuper, Super, of uh, mijn opa heeft de zadel op zijn rug. Maar ook de grote hits, Paard in de gang, alles. Dus ja. ik won ook ieder jaar. Dus van mijn zevende tot mijn elfde won ik die playback show uh, op carnavalsdinsdag dinsdag bij de Willemine Boys in, in Best. Nou. Uh, toen ik uh, jaar of, ja, is, is, is niet onbelangrijk. Toen was ik een jaar of 18, 19... Jij ja, moet er nog even van mij komen. Ja, maar het is ja. zo'n mooie zin. Van mijn zevende tot mijn elfde ja, ik ik elf vond ja, ik Het klinkt heel arrogant, maar het was die nou andere boys. kinderen is... al een hekel aan mij. Die dachten van als ze mij uh, zagen op de deelnemerslijst, dachten ze: nou, we kunnen wel weer inpakken, <laughs> want ik kom die camps weer aan met andere even <laughs> duin, weet je. Ja. En toen voelde ik wel als kind al van dit is wat ik, dit is wat ik wil. Ja. Dus mensen op een podium laten lachen, meenemen, uh, playbacken. Nou, hè, ik laat er nog mijn werk van maken. <laughs> dus, um, dus toen was ik een jaar of uh, uh, 18. Yeah. En toen uh, heb je het ook wel in de podcast met... Voornamelijk met mensen die ook uit het zuiden komen over het fenomeen, Tom praten. Ja. Voor mensen die nog nooit naar de podcast hebben geluisterd en niet weten wat het is, in, in, in twee seconden, Tom is dus je staat in een soort halve ton ja. als een typetje. En je neemt eigenlijk een beetje de maatschappij, de maat in dat type. En als wielrenner, ik noem maar even waar, Albert Visser, vertel je 20 minuten wat je in het peloton meemaakt. Een beetje, ja. Dat is een beetje de strek. En, en als je zegt de maatschappij, en dat vind ik het toffe aan tompraten, praten, het is vaak ook heel erg lokaal. Heel erg, ja. Dus je kunt dan de burgemeester op de hak nemen. En de plaatselijke slager. En net als een beetje de roast. Wat je, ja, ja, ja. 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 Uh, en, en, en dat was eigenlijk de stap dat ik uh, toen... Dat ging eigenlijk al best wel goed. In het begin ook niet. Kunnen we daar misschien ook ja, even de, een paar ja, leuke dingen over? We, 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 we maken even dit verhaal af. Maar dan wil ik nee, naar nee, precies. Na, na alle verhalen. En toen, uh, dus toen uh, met uh, Tom praten. Nou, dat op zich... Liep dat en toen zag ik een uh, reclame op tv van Lama gezocht. En toen weet je nog, ik woonde thuis, op zolder zat ik. En toen ben ik naar beneden gaan echt nog om een brief te schrijven. Ja, nou klinkt het echt als twee oude lullen. <laughs> er zal heus wel e-mail geweest zijn. Niet in best in ieder geval, maar ik schreef een brief. Internet komt nog met de schrijven Ja, precies. ja En dan moet je inbellen en zo, weet je wel. <laughs> dat je dan boven hoorde, godverdomme, blijft van die lijn af. Maar... Uh, heb ik een brief geschreven, foto's op eigenaar van. Oh, dat ik al een beetje deet praten en zo. En zo ben ik dat gaan. Ik heb me echt daar zelf op. Ook omdat ik het gevoel had van: dit is dit, ga ik doen. Ja, dit is mijn ding. En want, want dan doe je zo'n auditie. <tie> ja, daar, daar, daar ben je door. Ik neem aan met zo'n editie komen ook mensen waarvan je. Kon, kon je de andere auditanten bijvoorbeeld zien of niet? Ja, want je was, het was echt zo. Ja, je was in zo'n enorme hal. Ja, er zaten echt honderd uh, 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 ja, jongens en meisjes. Die dan echt letterlijk gewoon aan de beurt kwamen. En dan ja, je kon die audities niet zien. Maar je zat dus wel bij elkaar. In die, ja, in die precies, enorme precies. wachtruimte. Nee, ja. Het is niet dat je iemand anders ziet gaan. en Of denkt. Oh mijn god, waarom Nee Nee, nee. Pak nee, ik nee. niet direct de trein terug. Of nee, oh nee, deze, deze rol ik op. Nee, nee, nee. nee. Dus je, wat dat betreft, je kunt je er ook niet. Je, je kon er niet bang voor, voor worden. Snap je? Ja. Dus je, ja, je, je, ging er heel blanco in omdat je anderen ook niet hun prestaties niet nee, zag. Nee, oké, okay. dat, dat scheelt. Ja. Dat scheelt. Maar oké, okay, laten we even bij het tom praten dan, want dat was inderdaad het andere ding. Want ik, ik ken je van name gezocht. Ja. Maar ik weet dat uh, Rob Kemps of uh, Rob Schepers zei dat ook op een gegeven moment tegen ja. mij maar wel dat jij uit het tom praten komt. Mm -hmm. Is zelf nog altijd een, een hele grote in de tom praten en doet het heel veel. Ja. Uh, maar ook Jurjen, waarmee jij onder andere snolle maakt. Ja. Die zei ook het tegen mij een keer van ja, maar wist jij dat op oorspronkelijk uit de ton praten komt? Ja. Toen dacht ik ah. ja. Het is, ja, het is, mm. het is heel. in mijn beleving wel echt iets heel Brabants. In Limburg toen iets, iets zuidelijks. Ik heb niet het idee dat ze in Amsterdam en in Groningen weten per se wat het is. Het is ook heel. Uh, ja, Het is een beetje lach, of ik schiet, humor. Ja, met woordgrapjes, met typetjes. Ja, maar, ik hou er heel weet erg. Weet je wat ik het, het allertofste vind aan Tom Praten? Want het is echt gewoon een, een eigen stijl. En daarin absoluut niet meer of minder dan andere stijlen. Maar wat ik er zo ongelooflijk gaaf aan vind, is de complete pretentieloosheid. Ja, dat is het. Ja. En er kan iemand in zijn typetje gewoon een, een mop verwerkt hebben. Ja. echt gewoon een klassieke mop. Ja, waarbij. Op een comedyavond of een cabaretavond, iedereen zegt: nee, dit kan echt niet. Nee. En daar op het moment dat iemand zegt: Sam en Moos komen, ja, dat ja, er heen nee, ja. hij doet deze. Ja ja, 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 maar dat is het gewoon. Ja, soms zitten de mensen er ook gewoon op te wachten. En ik probeerde ook wel veel, uh, toch wel originele dingen te maken en te schrijven. Maar in, vooral in het begin, ja, dan verwerken we er wel eens een mopje in. Want je moet, ook, ja, je moet het ook leren, weet je wel. Want, want hoe, en, hoe was dat begin? Want je was, je was de kampioen van de Willemine Boys. Ja, met absoluut. Ja, ja, dus, ja, ja, dankjewel dat je dat onthoudt. <laughs> ja. Nee, maar dus even in mijn beeld. Je kan, je kan niet mis, zeg maar, want je wint dat elke keer. Ja. En dan ga je, kruip je voor het eerst ergens in een ton. Ja, toen uh, werkte ik in een frietent en... Iemand die daar een beetje de elektriciteit kwam ophangen, die was Tom Prater. Die, die, die kende ik. En die zei: Van dat vind ik nou echt iets voor jou. We hebben zo'n oefenavond, kom eens een keer langs. Toen ben ik daar langs gegaan. Dan kom je bij zo'n Tom Praters clubje. Maar ik was toen 19. En de jongste na mij was 52. Die zijn <laughs> nou allemaal 78. <laughs> Ze zijn er steeds allemaal goede vrienden trouwens. Dus en het was toch een beetje de tijd van. Uh, inderdaad, precies van. Ik stond laatst bij de bakker of uh, van de week. Nou, dat, dat. Dus ja, ik kon daar toch wel met mijn jeugdigheid. kon ik daar wel een beetje nieuwe swing ook in het clubje brengen. Ze vonden het ook allemaal fantastisch dat ik het zo graag wilde dat ik meedeed. En toen. Uh, die dachten nieuw bloed in de club. Dacht nieuw bloed <laughs> in de club. En, en uiteindelijk er kwam toen nog een andere gast. Die was toen ook wel nieuw en jong. Maar die was toen echt al serieus, denk ik, 42 of zo. En, en wij kwamen er toen met z'n tweeën, zeg maar, nieuw bij. En toen, eh, toen merkten we ook dat het, het tompraten in Best werd daardoor ook echt wel populairder. Niet per se omdat wij dan zo goed, maar ook omdat er in één keer wat jongere mensen meededen, weet maar, je wel. is dat ook niet intimiderend? Als je daar, daar kom je, dan ben je 19. Ja. En die mannen van 52, die doen het waarschijnlijk ja, ook al. Ja, die deden het toen al, al 20 jaar. Ja. En ja, je komt met wat nieuws en met wat jongs. Ja. Maar je moet het wel opnemen tegen een hele bak ervaring. Ja, maar zo... Kijk, het was ook nooit, een, het was nooit in een wedstrijdvorm. En we, we hadden een regisseur... en die bepaalde dan een beetje van... Uh, ook de, de volgorde, dus de opbouw van de avond. Maar bij het eerste jaar vroeg je al... of ik als laatste wilde. En toen zei ik al van... nee, dat durf ik niet. Want dat was echt al de plek, weet je wel. Nee, dus ja. toen ben ik volgens mij... van de negen die dat op een avond meededen... ging ik als zevende of zo. Maar ik, ik merkte eigenlijk wel... Het was gewoon een natuurlijk ding. Weet je wel. Ik wilde gewoon ja, die mensen laten lachen. Dat vond, ik gewoon, ja, dat vond ik het mooiste wat er is. Plus je kunt je een beetje verschuilen achter een typetje. Je bent denk ik minder kwetsbaar als dat je. Hè, als je zelf. Mm -hmm. Want als jij op je bek gaat, nou, dan ga jij op je bek. Ja. En ja, als ik zeg maar. Uh, Prins van uh, kwart voor elf ben, ja jammer dan, maar ja dan kun je wat, toch een wa, beetje. Wat was jouw wat was jouw personage of jouw? Uh... Ja, ik was dus mijn eerste. Je hebt, je hebt in, in Brabant heb je het fenomeen Prins Carnaval. Die heeft dan de raad van elf mm -hmm. en uh, je had dan de je hebt dan de, de, de jeugdprins. Die heeft dan de raad van half elf. Maar ik was zeg maar negentien, dus ik schipperde eigenlijk een beetje van ja ik was te te groot om jeugdprins te worden. Maar ik had niet genoeg geld. Hè, want het kostte al te klauw geld om prins carnaval te worden. Dus ik zat daar eigenlijk mee. Dus ik heb me dan gedoopt tot prins van kwart voor elf. Eigenlijk, ik zat daar dus ja, zeg ja, ja, ja. maar tussenin. En ik had gewoon een verhaal verzonnen. Dat ik zeg maar met een soort ja, bende van... Ook allemaal jongens van de jaren of 19, 20. Ja, in de carnavalsmis gingen we roken en zuipen. En een beetje, de, zo, zo, ja, een beetje hilarisch uh, daar probeerde ik een verhaaltje van te maken. En dat lukte op zich toch wel aardig goed. Ja. En weet je nog avonden... Dat je kwam en dacht, nou. Ja, nou, ik was misschien. Misschien moet ik volgende keer weer gewoon eerst even gaan kijken. Ja, ja nou, het, nou, kijk, het, het mooie was in die, met die Tompraatavonden in Best. hadden we dus een regisseur. Ik werd ook een beetje opgevangen door die oude garde. Dus dat ging altijd op zich wel prima. En het lukte ook. Alleen toen heb ik dus de fout gemaakt. Heb ik ook daarna nooit meer gedaan. <laughs> zelden. Toen, uh, <laughs> toen kwam ik op. heel Nee, mooi. <laughs> Op een gegeven moment, dus na het eerste jaar. Ging het best wel rond van: hey, we hebben een Tom praten. Ja, die is goed. Ach, jongen, je lacht de bal uit je boek. Ja, oh, Kemps. Nou, dus dan krijg je aanvragen. Want dan gaat de telefoon: hallo, je spreekt met, uh, met Hans uh, van, uh, van de Wiel. Ik ben uh, van het ziekenhuis dit en dat. En we hebben een personeelsfeest. En dan kon ik dan, weet ik veel. Dan vroegen ze ook: te vroegen ze in één keer: wat wil je er voor hebben? We, dus ik dacht, wat wil ik ervoor hebben? Ik dacht, ja, hè? Een t-shirt van Helmondspoort en een doos Lego, dat zijn we al. Dat, dus ik dacht, ja, 50 euro, 100 euro. Kon ik in keer, dus toen ben ik op zo'n personeelsfeest, ging ik dus die, die prins van kwart voor elf spelen. Dat is maar een hele andere setting. Maar, maar ik, had daar gewoon, ik, was, ik had daar gewoon echt niet aan gedacht. Ik, had daar gewoon, ik dacht gewoon, van ja, ik was gewend. Ik had vier keer gedaan in Best. Nou. De kranten stonden vol. Ja, ik was de allerbeste. Ik denk, nou, ik ga lekker naar ziekenhuispersoneel eens vertellen. hoe de Raad van Elf in elkaar zit. Dus ik kom daaraan. Ook veel te laat, om half elf al. Dus iedereen stond al op de dansvloer. Paradise by Dashboard Light, weet je wel. Dus toen moest de organisatie ook vragen. jongens, even stil. Oh. En ga even zitten. En ik kwam ook echt in mijn prinsenpakje. helemaal gesminkt. En mensen die keken mij echt aan. die denken, ja, dat is iemand van de zorgboerderij. Of waar komt. Wat komt hij hier doen? Dus dan, dus dan moet je koud in zo'n feestavond inbreken. Met nul ervaring. Tegenwoordig, nou zou je een beetje hè, met Toch al een beetje dat je. hebt hey, Jongens, zitten. Of, maar gewoon totaal niet. Maar niemand was geïnteresseerd. Iedereen en liep en te bestellen. Werd, werd, werd je überhaupt nog aangekondigd of zo? Of begin ja, ik maar? werd al aangekondigd. Maar ja, de mensen kwamen echt net. Die, kwamen, die moesten echt stoppen op de dansvloer, weet je wel. Dus ik was En dat was huh? zo'n. Ik was toen zo in zak en as, want je bent zo goed als je laatste optreden. Dus toen ben ik ook, toen ben ik s'nachts nog, of echt daarna, ben ik naar Theo Eickhout. Dat was toen mijn, mijn regisseur, zeg ja. maar, van, van de tompraatclubje in Best. En die zei, ja Rob, dit is gewoon, dit is op zich is dit ook jouw fout. Hij zei, maar die mensen, echt letterlijk op zijn brabant, die mensen, die zitten niet op een oude hoer te wachten. Die hebben daar helemaal geen zin in. Je had dit gewoon nooit moeten doen. Maar dat was dus mijn overmoed, omdat iedereen mij zo goed vond. En dat ik stond in het Eindhoven's Dagblad. Denk, ja, dit... Dus toen heb ik dat later. Heb je wel. Uh, had je nog, heb je tonpraatavonden, echt bij carnavalsclubs. Ja. En die betaalden ook wel, 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 wel weet je wel. Dus toen, maar dat, ging, dat kon ik op zich wel doen. Uh, want dan kochten mensen echt een kaartje om naar een ton te komen precies, kijken. Precies, ja. die weten precies waarvoor ze komen. Dat ja. is wat er gaat gebeuren. En, maar toen kwam ik ook wel inderdaad in die categorie dan met Rob Schepers die jij kent. En dan wel echt uh, de grote jongens en dan merkt hij wel van ja in best dan ben ik wel de beste maar ja af en toe hoor die ook wel eens gewoon eh, dan sta je echt je best doen en dan hoor het ja twee bieren en een barco en dan gingen, mensen gingen gewoon drank bestellen of dat je de afzuiging hoort dat is ook al dodelijk dat je in de keuken dan zo mm, de, de, Dan dat denk is... je ook nou dit gaat hem ook niet worden vanavond dus maar zo'n Zo'n snabbel of een verjaardag of een, een, een personeelsding heb ik nooit meer gedaan. Was nee. eens, maar nooit meer. oh ja. nou ja, goede keuze. Want bij veel mensen duurt dat langer om te bedenken, dit moet ik niet doen. Ja, je hebt ook mensen die zeggen van, nou luister, ik, ik vind geld lekker, dus het zal mijn tijd wel duren. Maar dat kan ik niet. Dat nee. meen ik echt. Nee, dat is echt zo. Nee, nee bedoel, de, 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 de nee, nee is ook... Nee, dat nee, moet, moet je niet de, de, doen. Nee, nee maar nee, je, nee. Hebt, je hebt er mensen bij die denken, ja, hè, laat ze maar lekker... Uh, want, want, even, want je, hebt, je, hebt, je, hebt, je hebt die ervaring dat het bij die club lekker gaat. en mensen zeggen: oh, we hebben een nieuwe, dat gaat goed. Ja. Dat doet ook iets met je zelfvertrouwen. Tuurlijk. Dan, dan heb je zo'n show waarbij het helemaal misgaat. Tuurlijk, dan heb je zo'n Theo die gelijk die avond al zegt: ja, ja. dat ligt aan jou. Nee, had moeten doen. Ja. Maar hoe, hoe was dat voor jou? Is de, komt dat heftig binnen? ja ik was toen weet ik, toen zakte de, de de aarde echt onder mijn voeten maar dat kwam omdat alles wat ik tot dan toe deed ik had maar vier keer mee maar dat was allemaal een succes dus ik ik heb het ook echt gewoon echt onderschat dat ik dacht van waarom toen dacht ik oh dit kan dus ook ja je kunt dus ook doodgaan op een podium <laughs> dat is een hele pijnlijke realisatie ja ja het duurde lang voordat je, ja. je weer speelde daarna, of niet? Wat of je al snel iets. Uh, ja, maar, dit, maar, dus, maar dat waren we dan wel altijd op tompraatavonden. Maar dat zul je ook vaak terug horen van, van echte professionals. Dat ook al zitten er twee of driehonderd man dan in zo'n zaaltje. die allemaal in een deuk liggen. als er dan twee zaten die niet lachten had ik een kutavond. Ja. Dat vond ik verschrikkelijk. Daar dus zat ik alleen maar te irriteren. Dan denk ik van, als je daar nou niks vindt, ga, ga dan. Weet je wel? <laughs> maar, die, maar die twee, die komen dan op het einde van de avond naar je toe. Oh, zo genoten. denk ik, nou, had het even <laughs> een keer laten zien. Had een keer. Oh, maar dit, dit heeft iedereen. Er is ook een hele bekende cartoon van. Oh zie ja? Je, zie je een, een, een comedian op het podium staan. Enorme theaterzaal. Iedereen ligt dubbel. Ja. Maar er zit één man volgens mij ergens met zijn armen over elkaar boos ja. te kijken. Met ook zijn denkwolkje erbij. Oh, ze vinden het allemaal verschrikkelijk. Ja. En iedereen Ik weet ook van sommige shows. kan ik ook echt gewoon aanwijzen. daar zat die ene persoon? Ja. ja, ja en dan ja. inderdaad negen van de tien keer achteraf. Oh, ik vond het fantastisch. Ja. En, en, en het, Ik was ook altijd heel zenuwachtig. Maar echt gewoon tot, gewoon tot. Nou, ik hoef er niet over te geven of zo. Maar echt als ik dan bijvoorbeeld. Naar zo'n buitendorp, zo je dus naar Valkenswaard of naar een ander dorpje om daar dan mee te doen met, met zo'n tompraatavond. En toen was, iedere keer was het echt een hel om me daar naartoe te slepen. Terwijl het ging altijd goed, maar ik was altijd nerveus. Voor snelborders ben ik nooit ben ik één keer maar echt zenuwachtig geweest. Dat yeah. nooit, maar voor de tompraat was ik altijd nerveus. En toen weet ik nog, toen stond ik voor een stoplicht en toen reed een vriend van mij die, die, die reed mee. En toen zei ik, oh, ik ben zo zenuwachtig. Ik zei, als ik, als ik dat vanavond nog ben, dan doe ik het nooit meer. Dus toen heb ik met mezelf afgesproken dat ik niet meer zenuwachtig zou zijn. En toen ben ik ook nooit meer zenuwachtig geweest. Wat grappig. Ja, gewoon omdat ik. Heb ik gewoon met mezelf afgesproken. Van ik ga niet meer. Want ik, ik vond het was niet meer leuk. Begrijp je? Als je iedere keer zo zenuwachtig bent. Maar, denk maar ik, ja. waar, waar kwamen die zenuwen? Was het dan de angst dat het, dat het toch mis zou gaan? Ja, het, was of... altijd, ja, het is natuurlijk. Het is toch wel, ja, jij weet het als geen ander. Het is toch wel heel kwetsbaar. en Het is vooral heel erg voor lul als je een grapje vertelt en niemand lacht. Ja, en, en ik, ik ben, ben ik wel benieuwd. Want dat, ik heb één keer meegedaan aan een dompraatavond. Oh ja. En dat was heel. Hoe was jouw typetje? Uh, nou, dat was het ding. En sowieso, dit was in zo'n zo uh, carnavals-enclave in het oosten. Oh ja. Waar je natuurlijk een paar hebt. En die hadden mij gebeld. Ze wil je meedoen. Ik zei, ja, maar. Heel tof, maar ik heb geen typetje. Ik ben, nee. Mijn typetje is mezelf. Ja. Vond, het is ook niet helemaal 100% wie ik ben. Maar, nee, maar uitvergroting ja. van, van wie ik ben. Ja. Ik zeg Maar ik ben geen typetje. Dus, maar hoe? Nee, maar we hebben wel vaker comedians hier gehad en dan komt er tussendoor. Oh, dat is hartstikke ja. leuk. Ja, ja oké. Okay, maar, uh, maar hoe dan? En, en ik ging erheen. heen en ik vond het heel erg tof. Maar de sfeer. Op, op gewoon een tompraatavond, kan ook best intimiderend zijn. Ja. Want iedereen zit aan lange tafels, nee. zitten zuipen. De opkomst is niet gewoon muziekje aan opkomen. Nee, met de ja, door de ja, ja. en met toeters en bellen. Raad van elf zit, dus... Ja, ja. Nou ja, dat, dat zijn ook echt uh, elf lui die achter je zitten. Ja. Wat ook wel intimiderend... Want er zit een soort jury, nou ja, die jij zei... met de uh, auditie van de Van Lame gezocht. Gezocht. Ja. Die zitten toch wel achter je... Ja. Als die het al niet leuk vinden, het hele publiek zit. dat toch de, de uh, Prins Carnaval en zijn hele. Raad uh, Nee, Graad van elf. Ja, gelach wilde ik zeggen. Oh, zo ja. ja. Nou, anyway, ja. De hele, maar goed, die zitten er allemaal achter. En dan ook nog bij een grap die echt hard gaat. dat de Blaaskapel, papa. Pa, ja, ja, touché, ja. Uh. Dus, en dat is hartstikke tof. en dat draagt heel erg bij aan de sfeer. Maar ik weet dat ik daarna nou zat te kijken bij degene voor me. dat ik dacht: holy fuck. Ja. Dit is het, de druk wordt best wel opgevoerd. Ja, zeker. Ja. En, maar, en, maar ook in zo'n wedstrijdverband. Je had ook heb je nog steeds volgens mij al de Brabants kampioenschap in Valk En dan, maar dan heb je bijvoorbeeld die voorrondes. En dan, dan nemen de dus tompraters een beetje hun ja, eigen dat, familie. Dat, dat is niet of... om de, de, de zilveren narrenkap. Uh, gaat, nee, toch? dat is in, in Helmond inderdaad. Okay. Dat is de Keijerbij, dat is het grote ja. toernooi. En dan heb je in valkzwaard. de andere grote is dan de Brabants kampioenschap. Met die voorrondes heeft iedere tomprater een mannetje of ja, tien, familie of vrienden. of weet ik veel. Alleen, die, die gaan dus ook altijd bij die andere tongprater. gewoon expres niet zitten lachen. <laughs> Want als die het dan goed doet, ja, dan gaat ome Henk niet door, weet je wel. Nee, dus dan ja, ja. krijg je ook een hele andere sfeer. Dan, dan krijg je zo'n sfeer van mensen die dan met hun arm over elkaar zo... Oh ja, oh ja dus jij denkt dat je grappig bent. Ja, dus jij, <laughs> kan, jij, jij bent grappig. Dus jij komt ons direct laten lachen. Nou, dan wil ik er nog wel eens even... Nou, dan, uh, <laughs> dan ga ik er eens even voor zitten. Dan uh, vertel maar eens wat je wilt. Joh. Oh, ja. dat is... Ja. Wat heb heb dus, jij een kampioenschappen meegegaan <laughs> toen? Nee, ja, één keer dus aan die, aan die voorrondes. Okay. En toen... toen, toen ja, toen, op zich had ik op, op zich wel succes. Alleen ik was, ik was niet door. En, en, en toen was ik, was ik, vond ik best wel, had ik ook best wel origineel verhaal, ik, was ik pauze in opleiding, was ik pio, dus ik wilde <laughs> zeg maar voor, voor pauze uh, in best ging ik dan op uh, hè, oefenen, en uh, was op zich best wel ook een leuk verhaal, en had ik ook, dat uh, stond in het rapport, want dan had ik inderdaad ook twee of drie uh, moppen, weet je wel stond het in het juryrapport... ja, jammer van twee of drie moppen. Terwijl er waren echt gasten door... die hadden alleen maar moppen. Dat ik echt dacht... Ja. wat staat er in hun juryrapport? Jammer van de twee originele <laughs> grappen. <laughs> dus toen voelde ik al wel een beetje van... ja, dit is ook niet... Echt. plus het, het maakt ook niet uit... Want op zich, dan heb je... Het is maar een klein wereldje. Dus als je een naam een beetje rondcirkelt, dan kun je overal gaan. Maar die echte, die, die fanatieken, die ropschepen zo. Ja, als je dan toernooi naar toernooi wint... Ja, dan kun je meer geld vragen. En dan, maar dat interesseerde me allemaal niet zoveel. Ik vond het wel... Het is ook altijd wel grappig als... Uh, want mensen die, van die carnavalsclubs, die ga je dan boeken. En, maar wat ik dan ook deed... woonde woon ik op de flat, ik zal het nooit vergeten. Lag ik gewoon op de bank. Gewoon, hele dagen af en toe. Ja, ik was 22... <laughs> Dus en dan, dan, dan uh, ging de telefoon. Ja, jij ja, spreekt met de Carnavalsvereniging De Zilveren Pony uit Lent. Ik noem maar even wat. Ja. Uh, en dan moet je nagaan. Dan was het, uh, toen was het uh, oktober. Ja, ja. Heb jij tijd op uh, 20 januari? Ik zo? Ja, 20 januari. Niet komende januari, maar de, de januari daarna denk ik, hè? Nee, 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 nou januari, over een half jaar of zo. Ja, moet ik even kijken. Nou, dan pakte ik de VPRO-gids, die had ik toen, ging bladeren. En dan, maar ik had helemaal niks te doen. Hè. Had ik niks te doen. Dus ik ging bladeren in die gids. En dan zei ik, ja, 30 januari, even kijken. En dan, hoe laat? En als ze dan zeiden, ik noem maar wat, uh, 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 de tijd die ze zeiden, zei ik altijd, nee, maar een kwartier later, want dan moet, doe ik echt mijn best. Weet je? Dus uh, half tien, nee, dat haal ik niet, want dan moet ik vandaar. Dus maar kwart voor tien, dan, dan, dan ben ik het. Ja, ja, goed, vastleggen. Nou, zei, nou, heb je geluk, weet je wel. Nou, dus dan kwam ik. Dan kwam ik in, in januari, kwam ik dus bij die, in lente kwam ik dan ja, ja. tom praten. En dan had ik succes. Maar wat zei die? Clubs dan onderling. Ja, die Rob Kerms, die is goed. En dan zeiden ze: leg hem meteen vast volgend jaar, want hij zit helemaal vol. <laughs> dus dit, dan, dan creëer je zelf een beetje. Dan op een gegeven moment had ik het ook wel echt druk. Ja, en, ja. en, en waar kwam het dat je dat al door had, dat dat een slimme zet was? En niet te zeggen 20 januari, oh, makkelijk. Nee, maar dan is het dan. Ja, precies. Want als je dan. dan, dan hij, je moet toch vanaf het begin iets maken dat je. Ook al is het nog niet zo. Nee, ja, maar je, je, moet, je moet het wel maar net weten of bedenken dat dat een slimme zet is. Ja, nee, ja, daar, kan, daar heb ik eigenlijk niet echt over nagedacht. Zoals met de meeste dingen. Ja, de ene <laughs> keer valt het goed, de andere keer valt het iets minder. Maar dat, tot, ja, toch leveren dat toen wel uh, leuke optredens op. En, en ben je daar ooit mee door de mand gevallen? Want het kan ook zijn dat je aankomt de lente en dat zegt, oh, fijn dat je er bent en dat je bent. Ja, ja, precies. Nee, nee, viel wat mee. Nee, nee, ik nee, van nee. Een het was show niet zo dat ik min. het altijd deed. Maar ik weet nu wel in het begin. Ja, dan heb je gewoon ook inderdaad van ja. De, ja het is ook best wel een wereld onderling. Weet je ja. wel? Het is best wel ook. Ja, er is wel wat. Niet met iedereen hoor, maar soms een beetje wat afkunst en wat vrij... Maar ja, dat heb je ook heb je in de zangwereld en in de acteerwereld en in de tv-wereld ook. En, en wat daar denk ik ook bij meespeelt, is de kleine tijdsperiode. Want het, het is natuurlijk officieel van de 11e van de 11e. Dan begint het ja, dan begint tot het aan seizoen. Ja. Maar ja. omdat het zo druk is en iedereen zijn avond gepland wil ja. hebben... beginnen sommigen ook wel wat eerder, eerder. en loopt het ook nog ja. wat door en, na en carnaval. Echt, er zijn er altijd maar een paar... Eh, waaronder Rob Schepers en je hebt dan ook nog in Brabant in, in, Andy Marcellus en Barry Knaap. En ja, die beunen zich ja. heel het jaar gewoon kapot. <laughs> dus die, die, zijn, die, zijn, die hebben gewoon echt een, 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 een jaarprogramma aan hoor. Denk ik echt. Ja. Ja. Ja, en dan nou, Rob heeft natuurlijk ook nog zijn theatershows. Andy doet ja. ook wel dingen in theater daarnaast. Jawel, jawel. En die schrijft columns en ja. is met de radio. Maar het is toch: Tom praat is toch, blijft toch wel het hoofdpodium. Maar ook het zwaartepunt daarvan ligt wel echt gewoon op, nee, die, op absoluut. die vier. Ligt wel uh, echt in dat seizoen. Dus dat, dat zorgt denk ik ook wel voor, voor frictie. Ja, omdat er dan maar een paar pla plaatsen te vergeven zijn. Alleen ja, je hebt er dan altijd maar een paar die meedraaien in de top. En die zijn, ja. er, die zijn er altijd. Ja. Hey, Wouter hier. Tof dat je Elektra kijkt. Als je Elektra leuk vindt, help me dan om Elektra te laten groeien. Dat kan heel makkelijk. Geef even een duim omhoog of laat een leuke reactie achter in de comments. Abonneer op dit kanaal en klik dan op die bel. Dan krijg je een melding als er een nieuwe aflevering klaar staat. Je kan de podcast natuurlijk ook delen met vrienden of bekenden. Of ga naar elektropodcast.nl en doe daar een donatie. Veel of weinig, dat maakt echt niet uit. Ik waardeer alles enorm. Oké, okay, snel terug naar op. En um, daar was ik benieuwd naar. Want je, je, zei, je had op een gegeven moment voor jezelf bedacht. Ik ga niet meer zenuwachtig zijn. Ja. Wat ik heel grappig vind hoe het werkt dat je, je dat voor kan nemen. En dat het ook zo uitpakt. Ja. Maar verander dat ook in iets in hoe jij op het podium stond, um, want op op een gegeven moment, je komt dan dus ook niet meer zenuwachtig. want wat nee, maar het wat is lastig uit te leggen kan ik me voorstellen. nee, maar het, maar het klinkt op, heel simpel. nee, ja, ik, het ik is ben niet meer zenuwachtig. ja, het is ook iets met je dat je een beetje zwart-wit karakter hebt of snap je dat je ook sto stopt met een de... rood-geel toch? zo ja <laughs> ja nee maar <laughs> ja. nee dat je ook, of, je nou, of het nou stop met roken is, of uh, 30 kilo afvallen, weet je, dan, dan ben ik ja, gewoon ja. best wel zo van, ja. ben ook een keer 30 kilo afgevallen dus, in vijf <laughs> maanden. Ja, nee, maar ja, dan moet je gewoon zeggen, luister, ik ga iedere dag drie kwartier bewegen en, en, en niet zoveel vreten. De punt. Ja. Weet je wel? Ja, soms <laughs> is het ook niet zo moeilijk. <laughs> dus met die zenuw ook, dan heb ik gewoon tegen mezelf gezegd, nee, maar dit ga ik nooit meer doen. Toen ben ik het nooit geweest. Dus, maar op het podium maakt het niet zo uit, want op het podium ging het altijd wel oké. Okay. Begrijp je, maar uh, het ging meer in die, die weg naartoe. dat je echt gewoon smiddags al gewoon een kutmiddag had. Dat je denkt: Oh, sta ik vanavond om half tien in de lente? Weet je wel, nou, daar, daar wilde ik mezelf gewoon niet meer aan doen. Nee, maar wel, ik vind het wel bijzonder dat dat er zo in zit terwijl je toch al vanaf de eerste keer playback show André van Duin weet: dit wil ik. Ja, en dan, dan kom je op dat punt dat je dat doet en ja. ook nog voor geld. Ja. En dat er dan toch zo'n zo zo deel bij komt van, van zenuw ja, ja, ik weet, ja, maar ja, je hebt natuurlijk hè, mijn, mijn allerliefste lievelings, is geen comedian, maar uh, Jacques Brel, zanger, die was de, de, de allerbeste, die hoefde echt niet zenuwachtig te zijn, die was altijd nerveus. Ja. Die moest gewoon voor ieder optreden naar op braken, weet je wel. Gewoon ook toen hij top of de bill was. Dus ja, waar zit hem dat in? Nee, dat is ik, absoluut niet. Geen waar. idee. En daar ben ik wel benieuwd wat je zei met snollebollekens. Ben je één keer zenuwachtig Eén geweest? Eén Ja, ja, ja. Dat was bij, bij was de eerste keer Gelderdoom. En want ik weet nu, de de is ook misschien wel grappig. De eerste keer, de is is nu tien jaar geleden. Was had ik een optreden op de ijsbaan in Zon en uh, maar ik, uh, het verhaal is. Jeun ken Jeun Govers. Ja. Uh, die uh, samen met Didier Maurice. Nou, Jeun heeft eerst vrouwkens gemaakt. Daarna met Didier Maurice uh, het nummer uh, snolwolken. Er waren twee nummers en die moesten zeg maar, ingevuld worden. Ja. En, en Adrie van den Berg, die kende mij uit de tonpraatwereld ook. Dus die dacht van. Die Cams is een leuk en, en Adrie van der Berg, hij is ook van Berg Music, ja, toch? Ja, en Berg ja. Music is echt het label. Ja, dus, het uh, Django voor... Wagner, uh, René Schuurmans, uh, Stef Eckel, de geboorders Co. Ja, nee, ja, gewoon... ja, ik heb al zijn platen laten staan. Ja, maar, <laughs> <laughs> maar, maar heel groot in dat genre. Nee, daar, daar nee. is het gewoon de, de naam in. Ja, dus uh, en uh, nou ja, goed. Dus toen, 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 ben ik in het. Jij, jij kent hem misschien wel. Het vestzaktheater in Son. In ieder geval, dat was leeg. Dat was, leeg, was een ja. podiumpje. Dus, maar ik moest even gewoon een beetje oefenen. Van, kan ik die nummers... Kan dit, zijn? dit is zo, dit hoeft niet... Ja, ik ben wel de nachtegaal van het zuiden inmiddels. Maar goed, zo zuiver was ik toen nog niet in het begin. Dus toen moest ik optreden. Dus toen moest ik echt het nummer Vrouwkes, moest ik zingen. Voor toen uh, Pieter Fole. Dat was toen mijn geluidsman. Want die moest dan schuiven. Ja. Uh, Dietje Maurice, Jurien ja, die, die schittert al door afwezigheid, daar kom ik <laughs> nog wel op. En Adrie van der Berg. Dus dan moet je nagaan, die zijn met z'n drieën staan die zo met z'n armen tegenover elkaar. En ik moest al, een de keer per jaar. Maar ja, dat is toen niet te doen. Nee, dat was ook verschrikkelijk. Dus toen dacht ik, dit wordt dit niks. Maar goed, dat, dat optreden op die ijsbaan in Zon... Die was al gepland. Die wa Sterker nog, daar komt ook de naam... ...Snollebollekes vandaan. Want we hadden nog geen artiestennaam. Want ja, hoe, hoe, hoe heten we? Weet je wel. Dus dan had Adrie maar op die poster gezet... ...ja, Snollebollekes. Omdat het tweede nummer heet... Snollebollek. En hij vond daar zo'n leuk woord. Nou goed, ik kom op de... Ik kom, ik kom op die ijsbaan. En er uh, uh, waren twee optredens. Eentje van, van Ferry Lits... ...en van uh, Stef Eckel van, van de woonboot. Die ja. keten wel, hè? Ja, ja, ja. dat is een goed nummer. En uh, dus ik kom daar... Sowieso da vind ik de naam Stef Ekkel. Nee, stop. Fantastisch e artiest. Eén van de beste feestartiesten van Nederland. En hij... Dus die is klaar. En ik kom op. En ik... En toen ben ik ook spontaan in één keer heel wild beginnen te spelen. Ik denk, ik moet iets doen. Want ja, die repetitie ging zo kut. Ik, ik, moest, iets, ik <laughs> moest iets doen om die mensen te pakken. Weet je wel? En ik brak heel de tent af. En sowieso ook gewoon omdat het echt een goed... Ja, dat mag ik wel zeggen. Een goed feestnummer is. En vanaf toen voelde ik eigenlijk meteen... Ja, dit... dit niet dat het later zo is uitgegroeid met Gelderdoom en festivals en uh, 300 optredens per jaar. <coughs> Pardon, maar... Doe um, je 300 optredens per Nou, in 2017. Ja. Ja, ja. En dat tegenwoordig niet meer hoor. Maar toen... Uh, ja, maar voor, voor de Belastingdienst 150. <laughs> <hè>? <laughs> nee, nee, kijk, in de. In begin... Holy shit, 300 is. Ja, was echt veel. daar was ook te veel toen. Kun je ook wel zien toen. Maar ja, nou ja, goed, aan de andere kant, het, is ook, het heeft je ook op het punt gebracht waar we nu uiteindelijk zijn. Ja, tuurlijk. Maar, maar waar we het net al hadden over, Tom praten. En zeker, weet je, de, de topcategorie, die mm -hmm. dus van, van november tot februari gewoon. 9, 9 of 10 shows ja. in de weekend doen. Ja. ...omdat ze vier avonden op rij, drie, drie tompraatavonden achter elkaar afgaan. Ja. Als jij er 300 op, dan zit je nee. in een vergelijkbaar schema. Goed. Nee, ik, ik, ja, dat klinkt dan heel DJ Chesto achter. Maar ik vloog dan 25 keer ook in 40 dagen in de zomer. Dus dan stond ik, ik noem maar even wat, op maandag vloog ik dan naar Barcelona. En dan werd ik opgehaald met een taxi, die ging ik naar Salau. dag daarna ging ik dan naar Loret. Op dinsdag dan vloog ik woensdag naar Mallorca. Op donderdag naar uh, Gran Canaria. En dan vloog ik uh, op vrijdag weer terug. Want dan stond ik op de Zwarte Cross. En zaterdag nog ergens in de TT-hal. En dan op zondag Tilburg Kermis. En maandag weer naar Salau. En, da en dat gewoon vier of vijf weken lang. Ja. Dat is toen niet te doen. Nee, Als je nog geen 30 was... kilo af was gevallen, was het daar wel van gebeurd. Nee, Nou, dat was ook toen. Dat was eigenlijk de trigger. Want ik, toen vloog ik zoveel. En ik zat gewoon echt vast in die vliegtuigstoel. <laughs> dat ik echt dacht. Daar... <laughs> In zo'n riempje, weet je wel? Dat ik, nou ja, hier moet ik hier moet ik gaan doen. Nee, het is echt serieus. Ja. Oh, en en sowieso. La, la, laat ik eerst even vertellen wat, wat mijn kleine link is met met snolle bolletjes ja. en waarom ik het. Ik, ik, ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik het vaak thuis aanzet. Dat is niet het geval. Nee, maar dan wil je gewoon... Net zei je iets heel anders toen de camera's toen niet ja, Maar het maakt niet uit. Nee, maar toen gingen we ook op de foto. En nee, handtekeningen dat is waar, ja. Nee, maar, maar ik vind het altijd heel leuk om te zien... hoe belachelijk groot het is geworden en ja. hoe succesvol het is. Ik ken Jurjen, Jurjen Govers, uit het team van Snollebollekes. Ja. Die ken ik van Radio Veronica. Ja. Daar was hij sidekick. En in 2013, 2014 viel ik daar in, de, in sommige vakantieperiodes mm -hmm. in voor Arjan van Wifferen, een van de andere sidekicks. Okay. Ja. En ik nam zijn comedy-items over. Maar die schreef ik altijd mm -hmm. met Jurjen Govers. Ja, Want ja. Jurjen is zelf ook een hele grappige dude. Ja is hij echt. Ja, uh, ja. Alleen al de zin, uh, je bent zo strak gelijk wel vacuum verpakt, ja, ja, precies. Is een, ja, maar dat is, is kan topzin. hij gewoon zo goed. Ja. En hij het is een hele grappige gast. Hij kan makkelijk heel snel schrijven. Dus wij deden dat ook vaak. Dus het is niet samen, maar dan hadden we een Google Docje waar we dat soort dingen in het inzetten waren. En dat was ook de periode dat Vroukes uh, genomineerd was voor een Party Award. Ja, oh ja. En een running gag in de Ochtendshow was geworden dat elke zoveelste punchline was. Stem op, vrouwkes, bij de Party Awards. En ja. dat, dat hebben we echt tot verveling. Ja, ja. daartoe. Want we hadden ook de top vijf over acht. En het was dan een nieuwsitem en elke punchline ging daar over en dan vijf grappen op rij. Ik heb ook wel een keer geflikt dat elke punchline was stem op, bij de Party Awards. En uiteindelijk zijn die Party Awards ook gewonnen. Ja, dus die hebben we eigenlijk ook gewoon aan jou te danken. Dat, ja, dat is eigenlijk wat ik wil ja, zeggen. Ja. Uh, nee, maar dat was een heel klein deel Maar dat begon daar gewoon heel, heel klein en, ja. en, en heel heel onschuldig nog, totaal niet met het idee dat het ooit nee, zo groot op zou blazen. Ik begon op een biljart daarna in Nistelrode. En, en toen met carnaval 2014 had ik negen optredens of zo. Ging ik ook overal foto's maken. En ik dacht, ja, dit maak ik nooit meer mee. Want ik sta nou voor 200 man of zo, weet je wel. En toen in 2015, toen deed ik eigenlijk al zo'n eerste uh, zomertour... Want Didier Maurice, die is de ja, die is van vroeger van de skiert en zo. En die ja. heeft ook altijd op. Ja, Mallorca, Gran Canaria. weet je. Dus die kon daar ook allemaal artiesten wegzetten. En dat was eigenlijk het. In mijn beleving, het begin. Want. Het wel ook het fijne daarvan was als je op Mallorca was, dan had je natuurlijk jeugd uit Groningen, maar ook uit Maastricht en uit Deventer en overal. Ja, ja. En die, die gingen dan naar huis en die, gingen, die hadden mij allemaal gezien. En die dachten, ja, die gek die is wel die, die gaan we draaien weer in onze studentenkroeg, weet je wel. Dus als een soort olievlek spreidt het dan best snel uit. Ja, en toen 2016 uh, stond ik al op, op in de Brabanthal en dan sta je al een keer voor 10.000 mensen. En dan, eh, toen kwam het nummer links-rechts erbij. En toen was het hek eigenlijk van de dam. En in 2017 wonnen de Oranje-Leeuwinnen het EK. Ja. Die werden toen gehuldigd in Utrecht. En uh, toen was het, dat was op het 8 uur journaal. En ik was ook precies om twee over acht was ik aan de beurt. Dus toen was er een verslaggever live op tv. Nou, ik sta hier bij de Oranje-Leeuwin. En achter hem stonden echt 30.000 mensen van links. en ja, Kijk, als je dan moet inkopen, reclame dan kunnen we nooit natuurlijk niet betalen. En vanaf toen was het, ja. En later was het inderdaad bij de Tour de France, bij Max Verstappen. Begrijp je dus overal eigenlijk waar iets gevierd wordt nog steeds met Nederlanders? Ja, springen ze wel links naar rechts. En dat is natuurlijk. Uh, ja, het... ja, dat is echt een. Uh, ja, weergaloos dat dat, dat, dat zo is. Wauw. Wow. <laughs> ja, dus dat is, en, en toen in, in uh, 2000. 19. Ja, toen hadden we voor het eerst Gelderdoom. Ja. Ja. Toen stonden we bij uh, de Vierdaagse Feest en de Waalkade. Super gaaf, al is dat ja? ik nog graag ieder jaar. En, uh, en, en ja, toen is er een, een organisator van, van, van festivals en evenementen en zo, die heeft, heeft ons toen benaderd van, zou, zou dat niet iets zijn? En, en, en toen dacht ik nog van, dit, dit moeten we nooit doen. Dit gaat natuurlijk nergens over. Maar ja, we waren met Mauricio en Adrie van ja. Wat, wat doen we nu? Want er gaan dadelijk. Er gaan kaarten in de verkoop voor snollebollicks in Gelderdoom. En we hadden dus. En wat, wat is de capaciteit van Gelderdoom? 30.000 mensen. Dat zijn er een maar, hele hoop. Nou, er zijn er veel. Dus, maar toen, op een gegeven moment, toen dachten we van ja. Dat gaat, ik had echt al iets. In eerste instantie dachten we, als we. Volgens mij hadden ze dat ook gezegd, als het dan tegenvalt, kun je zwarte doeken ophangen. En als je dan een mannetje of 8, 9.000 hebt, dan heb je het veld al soort van half vol. Dus dan kun je altijd nog zeggen van, hè, dit is de setting. <laughs> Ik had zelf bedacht, van, we verkopen 40 kaarten, zetten we... Wit party op de middenstip, dan laten we shownieuws komen. Dan zeggen we gewoon: uh, studentengrap geslaagd of zo, weet je wel. Want ik dacht echt, ja, dit, dit gaat natuurlijk nergens <laughs> op. En die kaartverkoop die ging in, in de verkoop volgens mij op een vrijdagochtend om tien uur. En om, om kwart over elf word ik gebeld door Wouter. En Wouter is dan van Matrix die de, de kaartverkoop doet. Ja. En dus die belde na een uur en een kwartier. Dus, en hij vraagt van uh, uh, hoe gaat het? Uh, uh, waar ben je? Zit je? Dus ik dacht, nou ja, hij gaat echt zeggen drie kaarten, weet je wel, drie. <laughs> en toen zei hij, uh, Proficiat, echt na een uur. Hè, proficiat met een uitverkocht geldom. Ze zei nee, nee. Ik zeg daar meen je niet. Maar toen dacht ik nog, we hebben die 9000 kaarten voor dat veld. Verkocht, weet je wel. Dus ja, ja, ja. ja, dat is wel. Ik zeg, maar, en toen zei ik al heel voorzichtig, maar als het dan zo snel gaat, is het dan niet een optie om die ringen ook nog op te klappen? <laughs> nee, zei hij. Nee, zei hij, die. die zijn ook al weg. <laughs> ja. En toen meteen een, een dag daarna, uh, of een, twee of drie dagen daarna, uh, nog eentje aangekondigd. Uh, die was ook uh, eigenlijk weg. Ja. En nu sta ik er volgende maand weer twee keer. En ik heb ook wel eens een keer, vier keer gestaan. Maar dan moet ik ook eerlijk zeggen: daar zit dan ook nog een soort corona-jaar tussen. Dus toen ja. hadden we twee keer verkocht. En iedereen houdt dan zijn kaartje. En toen al een mooie jaren tijd om nog uh, te doen. Dus maar ik, uh, nou ja, twee, twee keer. Uh, dus nu, dit wordt mijn twaalfde keer straks. Elfde en twaalfde keer dat ik er sta. Ja. Met, met, een, met een tape act, hè? <laughs> met iemand die niet kan zingen, niet kan dansen. <laughs> Maar wel de, ja, en dat is de tent afrekening. En dat pretentieloze, wat jij al heel mooi zei, vond ik van het ton praten, Vind ik, al zeg ik het zelf, heeft snollebollekens ook. Ja. Want je ziet aan mijn typetje, ik ben eigenlijk een beetje ook vergroeid met het typetje. Hè. Het is, ja, ben ik het nou? Is het echt een typetje? Is het een uitvergroting van mezelf? Het maakt ook eigenlijk niet zo heel veel uit. Maar als ik, van, als ik een beetje uitzoom en, en, en je kijkt naar snollebollekens. Dan zie je sowieso van. Dat zei Jon ook altijd zo mooi treffend. Of ik nou in de zaal stond met 100 man of met 30.000 man. Zeiden, ja, er is er altijd maar eentje die het echt het allerleukste vindt. En snollen wil ik het zelf. Dus dat is al heel goed. En twee is: het, het zit ook totaal. Omdat ik ook altijd zeg: jongens: ik ben geen zanger, nee. ik ben geen uh, danser. Ik, ben, ik doe maar wat. Maar juist daardoor wordt het sympathiek. Ja, ja. Als ik echt zo met. Met mijn oortje en echt zo, met mijn microfoon en zo. Ja, dan, dan word ik een hele snuie gast. Dan zeggen ze, nou, die kan wel inpakken. Begrijp je? Dus dat is, ik sla ook ooit hele, hele zinnen over. wat moet ik ademhalen, maar die band die loopt wel door. Ja, als Tino Martin dat doet, dan komt er niemand meer naar het zigodome, kan ik jou vertellen. Ik kom overal mee weg. Nee, maar begrijp ik wat ik bedoel? Ik kan ook gewoon, ik zeg ooit echt tegen groepjes van 20, één eh, gast, als je niks aan vindt, ga lekker buiten roken, flikker op. En dan doen ze mee, weet je wel. Dus je kunt, maar, maar daar, daar was ik inderdaad wel benieuwd naar, naar de parallel zeg maar met Tom praten of comedy, ja. waar het heel vervelend is als je één iemand hebt die met zijn armen over elkaar zit. Juist ja. dat natuurlijk helemaal los te gaan voor aan die hele menigte. Ja. Maar hoe is het dan? Als iedereen staat mee te holsen nee, en te doen. En er staat oh, oh, inderdaad. Nee, Al staan die er maar twee mensen aan de bar die niet meedoen, irriteer ik me. Alleen is dus heel hypocriet van mezelf. Want als ik iets niet doe tijdens een evenement, is het wel meedoen. Begrijp, dus, dat, dus het is heel gek. Begrijp je? Want ik zelf zou ook het nooit doen. Maar ik verwacht het wel. Als ik op podium sta, moet iedereen het wel. En, en, en ik. Het, nou, het is eigenlijk zo, of het nou met de playback show vroeger was, of met Tom praten, Snollewolks. Maar ook als ik. Uh, in Parijs bij, bij een graf een verhaal vertel. Wat ik gewoon heel graag wil. Mijn fijnste gevoel. is dat ik iedereen pak. Ja. Dus of het nou met een mooi verhaal is. Uh, over een chanson. of over een, uh, een kunstenaar. of ik laat de mensen van links naar rechts springen. of ik vertel een uh, grapje als Raad van Elf. of ik playback van Duin. Ik wil dat iedereen aandacht heeft. Ja, dat wil natuurlijk eigenlijk. Mm -hmm. dat wil, dat, alleen dat is gewoon. Dat is wat ik probeer. En wat vaak ook lukt, is om die mensen echt te pakken. En met snolle wolkens, denk ik, doe ik dat met de energie. Als je zelf veel geeft... Ja, maar je moet... Je, je, nee, maar dat dus dat is, de, je moet als publiek, bedoel ik. Je moet. Want het is zo'n overrompelende... En dat is ook... En, 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 en ik heb daar ook met... Uh, in, in, in de begintijd, Wolter Kroes... Die natuurlijk ook wel echt de tent afbreekt met, met Viva Hollandia of zo. Maar die zei dan ook backstage... Van ja, hier, of het nou René Schuurmans is of Joling. Of, hij zei, hier kunnen wij niet tegenop zingen. Want, want, <laughs> want nee, maar, hij zegt ook, jij kan alles leggen in die energie. Ja. Omdat ik ook niet per se... Ja, ik kan die band lekker doorlaten. Maar de, die zangers, die moeten natuurlijk, die moeten zingen. Dus ja. hij zei, het is zo lekker voor jou. Dat je, jij kunt alles leggen. In dat, in dat publiek. En, en, en zo is het ook. Is, is het hiermee wel eens gebeurd? Net als dat je met die, uh, met die prins op kwart voor elf natuurlijk gewoon op de verkeerde plek stond. Ja. Bij zo'n feest. Kijk, ik denk dat zeker nu weten mensen, als ze smolle boeken, echt ja. wel ja. waar ze dat voor willen hebben. En, uh, en weet ik wat. Is dat een hele bewuste keuze. Hebben jullie daar wel eens mee gestaan op een plek dat je dacht. maar hier moeten wij helemaal niet staan, mensen. Nou, het, het mooie eigenlijk van het concept is, omdat het. Nergens echt bij hoort, past het weer overal in. Dat zie je ook bij onze eigen concerten. We hebben inderdaad van uh, Toeter op mijn waterscooter met de Gebroederscooter tot DJ Paul Elstak, tot uh, een stukje uh, Verdi gaan we nog draaien. Begrijp je? Dus dit, het kan allemaal. <coughs> ik heb wel één keer gehad, toen was ik ook in een, maar Ik weet van tevoren nooit uh, waar ik uh, naartoe ga. Ook in die tijd dat ik echt heel veel optrad. Dan werd ik opgehaald en in het begin reed ik nog met de geluidsman mee. Dan wist ik wel van: ik heb vanavond twee optredens, maar ik wist nooit waar en, en uh, bij wie. Want dan kon het, ging het altijd fout. Want of ik ging me erop verheugen. <laughs> Waarom lach je nou al? Omdat het altijd fout ging. Ja, precies. Ja. Nee, of ik ging me er dan op verheugen. En dan weet je, als je ergens op verheugt, dan valt het altijd tegen. Ja. Um, of ik ging mezelf terecht druk om maken. Dat ik denk, oh nee, een sporthal in Limburg. Die wil alleen maar Beppie kraft. Of weet ik. Begrijp je? En dan dus. Dus ik vind het altijd het lekkerst om er helemaal blanco in te gaan. En toen op een gegeven moment. Toen was ik ook in de zaal. Ik denk er echt wel best wel nou, 200 of 300 man. Dus ik op. Maar best wel succes al. Dat was ook, in de, ik in 2015 of 16. Ja. Dus de beginjaren. Nou. En uh, wat was het nou ook alweer? Was het, waar, in, ergens in. In Ude of zo. Goeie Ude. Heb je nu zin in een feestje? Niks, gewoon niks. Dus ik, maar ik begin altijd met vrouwen met ze links, ze rechts. Zeg, jongens, twee handen in de lucht! Twee handen in de lucht! Gewoon niks, maar niks. Oh. Gewoon niks, niks. Maar wat bleek nou? Daar waren Roemenen van een vleesverwerking. Die hadden Die hadden personeelsfeest. Maar die hadden geen idee. Die wisten niet die, denk, die konden wij niet verstaan. Maar ja, als iets wel belangrijk is met snolbollig is het interactie. Dus ik denk ook ja. En toen had ik nog, toen nog in de act, in de half uur als ik dan optrad, had ik ook altijd de zouer, dat is de te 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 trompetje. Dan liet ik een vrijwilliger uit publiek liet ik dan playbacken, Dak eraf. Maar ja, daar snapten ze. Dat was instrumentaal. Ja. Dus dat was eigenlijk de enige keer in mijn beleving dat ik echt op de verkeerde plek stond. Ja, ik heb ook al eens een keer gehad, dan helemaal in het begin in Tilburg in zo'n café. Beetje, ja zo'n zo café met van die zo'n biljart weet je net als bij Flodder vroeger kleetjes weet je wel wat die oh, hè, sorry met kleedjes op tafel. Ja ja precies. Ja. En dat dat ik echt en dus ik, dus ik was allemaal zo ho hoog schiet op met de pen dit en daar. en dat ik echt door vijf van die baardmensen <laughs> aangekeken werd van als hij nog één keer zo gek doet hem op zijn muil weet je dat is echt zo'n bedreigende sfeer. <laughs> ja. Dus ja, ja dat, maar dat, dat is inderdaad... Ja, die dachten dan, die belden gewoon Berk. En die wilden zo van, ja, we willen een carnavalsartiest. Nou ja, en Adrie duwde mij natuurlijk ook hey, wel ja. tussen. Dus in het begin stond ik dan inderdaad nog wel eens op de verkeerde plek. Maar toch, toch niet echt vaak. En, en, en zijn, er, zijn er plekken die je, die je nu nog weet dat je... Nee, nou, je stapt in bij je gluizen, je weet niet ja. waar, je, waar je naartoe gaat. Dat je ergens aankwam en dacht, maar hoe dan? Hoe gaan we hier... Ja, dat, is toch wel, dat was wel in de begintijd met, met carnaval, maar ik kan niet zo'n plek... Maar inderdaad dat je echt denkt van ja, dit is niet, dit is niet de sfeer die die snollebolletjes wil neerzetten, <laughs> zeg maar. <laughs> en dan is het natuurlijk moeilijk. Ook bijvoorbeeld als je dan, daar word je wel eens gevraagd voor bij een skybox of zo. Maar dan in een voetbalstadion. Ja? Dus dan zitten mensen te vreten en te zuipen. En, en die de, de maar, verder helemaal niet. Ja, ik kom ook wel eens in de skybox. Maar die, die zijn dan ook heel erg vaak met zichzelf bezig. En, en dan is het natuurlijk heel moeilijk. En dan moet jij als entertainment daartussen door. Ja, ja, en, ja, en dat is. En dat doe ik ook niet meer. Kijk, en, en, wat, wacht even. Dit is een categorie waar ik echt nog nooit over na heb gedacht. Dat het überhaupt dit is tijdens een, een wedstrijd. Ja, in de pauze dan of na de wedstrijd, begrijp je. Kijk, en ik moet dan. Het kan wel. Ik zeg altijd als Joling komt of John de Bever, die gaan gewoon zingen. Dus als er dan niemand oplet... of er haken vijf mensen in... dan kun je daar een beetje op concentreren. Maar ik moet natuurlijk... de kracht is dat, dat ik altijd iedereen pak. Precies, begrijp dat, je? Dat, dat is het hele ding. Ja, dus, dat, dat, dus, dan, dus dat ook weer... dan kun je ervoor kiezen om het toch te doen... voor het geld. Maar ik heb het daarna ook nooit meer gedaan... omdat het dan doet alleen maar afbreuk... aan je act. Als je nu... Aan snollebolletjes denkt of op YouTube, dan zie je Koningsdag 538, de Waalkade, Gelderdoom. Ja, dan moet je niet ieder weekend in, uh, in de skybox gaan staan. <laughs> nee, maar, maar, dat, maar dat vind ik sowieso het leuke ook aan snollebolletjes, want er zit ook gewoon in de teksten en het is die pretentieloosheid, maar er zit ook heel veel humor in. Toch? Dus dat, dat nee, nee, absoluut. In ieder geval. Ja, zeker. En, en dat, en, maar dat is dus ook inderdaad wat je zegt, in het, in het meedoen en iedereen meekrijgen. Ja. Denk ik dat je daar haast net zo afhankelijk bent van de publieksreactie. Nee. als dat wij met nee, Comedy maar, zijn. Alleen maar, maar. Want je moet de, de mensen maken, eigenlijk, de show. Ik heb trouwens, daar moet ik, daar komt nou omhoog. Maar, omdat jij je vraagt wanneer ben je op de verkeerde plek. Ik heb dus ook één keer gehad. Ah. <laughs> Toen kwam, stond ik in een keukentje. Was een feest <laughs> van iemand die, weet ik veel, die 40 werd. of of ik ging trouw, ik weet het eigenlijk al niet meer. En die, dus er was een verrassing voor, ik noem maar wat, voor. Uh, Els. Ja. En uh, dus die man die komt en die zei... Ja, jij bent de verrassing voor uh, mijn vrouw uh, vanavond. Want die heeft echt zo'n grote hekel aan jou. <laughs> Dat is echt gebeurd. En ik dacht, hij maakt een grapje. Ja. Maar gewoon om te fucken... Heeft <laughs> die, die man mij toegepoekt. Ah! Ja, ze reageerde ook wel heel sportief. Maar toen hij dat zei, toen voelde ik me echt een soort van misbruikt <laughs> of zo. Van, ja, maar dan wil ik toch helemaal niet komen voor dit. Ja. En ho hoe lang heb je daar moeten spelen? Ja, ja een half uur. Ja. <laughs> ja. Maar goed, zoals Jos Brink vroeger al zei, dan moet je maar denken: het wordt vanzelf elf uur. Wat ook zo is. We toch... Maar dan duurt het wel ooit lang. Of in het begin had ik ook nog wel eens inderdaad op. Want, de... want daar, ik bedoel, Zij reageert sportief. Jawel. Maar na de eerste drie minuten is de lol. Nee, er af. En, dan uit, precies, en dan moet je nog 25 minuten. En dan denkt ja. zij ook: als dit van een tape komt, dan kan die tape ook op stop, toch? Ja, nee. Bedoel. Maar op zich is het dan wel leuk. Alleen ik vond gewoon de beweegredenen. Ja. Om dan iemand zo te betalen om te komen. En ik vind het ook heel raar dat je dit bij je vrouw doet. Dat je dit nog bij een vriend van je doet, weet je mannen onder elkaar. Ja, nee, hij deed het echt voor zijn vrouw, inderdaad. Weet je wat ja. ik voor jou ja. heb? Ja. Dat snap ik. Ja, die vrouw die zal zeggen van, die zal gezegd hebben van, ja, we gaan trouwen in één ding, maar die snollebolletjes, die blijven buiten. Weet je wel? Nou, dan, ja... ja. Sorry, maar je, 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 er schoot je iets anders te binnen. Toen onderbrug ik. Uh, oh, dat weet ik al niet meer. Maar oh, ik denk, zo... oh, oh, duurt, duurt de, dan duurt zo'n show lang, zei je. Nee, oh ja. Nee, inderdaad, dat je ook wel is dan... Ja, of dat je dan in het begin ook nog op zo'n communiefeest of zo, weet je wel. Dat je denkt van ja, leuk, maar ik ben ook niet echt K3. Het is wel leuk dat we hebben ook een familieshow inmiddels in het Gelderland. Dat iedereen meedoet. Maar ja, als je dan inderdaad voor... voor, voor 40 mensen moeten optreden, waarvan er 30, acht zijn, ja, dan wordt het ook te lange middag. Oh, absoluut. Ja. En, uh, want we begonnen over uh, uh, natuurlijk uh, Lame Gezocht, waar je aan meedeed. Ja. Uh, <coughs> daar werd je tweede. Ja. Hoe, hoe was dat voor iemand die volgens mij wel heel gedreven was om het te maken en, en daar hard aan werkte? Dat komt dan ook wel even binnen, denk ik toch, of niet? Dat je tweede wordt. Ja. Nee, dat maakt me nooit zoveel uit. Want, want ik wist wel, of tenminste, voelde ik wel, dat het wel een leuke opstap was voor misschien iets anders. Plus je leert wat mensen kennen uit de comedywereld en uit de televisiewereld. En in principe, met alle respect, want de winnaar die heeft één keer meegespeeld. En daarna was hij al weg. En ja. het was ook. Ik heb het er later wel eens met Tel Bekkant ook over gehad. Want de lames is natuurlijk een soort van, van, van hem of van hun. En, en uh, die zaten toen ook helemaal niet per se op dat programma te wachten. Alleen de Lama's waren zo populair dat ze bij BNN toen dachten van... Wat kunnen we doen om ja, iets ja, met ja. die populariteit van die Lama's te doen? Dus stel die zei tegen mij... Het is een beetje hetzelfde dat nu dat BNN naar jou toe komt. Die zegt, luister, we hebben nu uh, snollebolletjes gezocht. En dat Jurjen en ik zoiets hebben. Wat? Maar we, we zijn er toch? Of, <laughs> dus, dus het was ook... De, die, die, die Lama's die ook wel eens met ons in de finale speelden ze mee... Ja, die hadden helemaal geen zin in ons, joh. Die hadden echt zoiets, ja, wat moeten we met die freakendellen? <laughs> <laughs> dus maar, het, maar gewoon het, het, het avontuur en of je nou wint of niet, ik ben ervan overtuigd, niet zoveel uitmaakt. Is het net als met de slimste mensen, bijvoorbeeld, nou, die win ik dan, ook met geluk en toevallig. Maar ik denk, als ik tweede was geworden of derde, dan heb je daar eigenlijk, ja, dan ben je niet de winnaar. Maar dan, je kunt je dan toch wel op een mooie ik, manier ik in de, de kijker spelen. Ik ken de nummer twee. Nou, die heeft, er, die heeft er ook nog wel wat aan gehad. Dat wou ik zeggen. <laughs> die zit nou bij uh, de... Hoe heet die quiz? Uh, beat the Champions. Ja, beat the Champions. Ja. Klopt, ja. ja, ja. ja. Dus, en dat is Andries Toenhoek. Ja. voor mensen die hem ja. niet kennen. Die is, uh, en die gaat hartstikke lekker. En die is die gaat heel goed, lekker. Dus, Ja, en uh, ik heb toen wel inderdaad... even Toen ik bekend werd dat hij in dat panel kwam van die quiz... had ik gezegd, nou, dan doe ik mee. En de laatste vraag gaat over... Wil ik Alberti heb <laughs> ik toen. <laughs> Top. Dankjewel. Alsjeblieft. Leuk, Ten, man. Tenzij we nog dingen zijn vergeten waarvan je zegt, daar zijn we... Nee, ik, want, ik, want ik ben nog wel, maar, dit, maar dit, ik, ik heb zo'n vermoeden dat het misschien niet per se boeiend voor de podcast is. Ofwel, wat je dan gedaan hebt in de tussentijd tussen Lama Gezocht en, en Snolle Bolkes. Want daar zit een, een gat van, van. Dat klopt, er zit een gat van een paar jaar. Nou, toen was ik eigenlijk was ik een beetje aan het rondzwerven in Parijs. Ah. Waar ik toen later nog uh, terug ben gekomen voor het televisieprogramma. en een boek over heb gemaakt. En ik weet nog wel dat. Want Adrie van den Berg. die belde mij toen ik in Parijs was. dat was in. november of december 2013. En toen zei hij. en toen zei die van. ik ben bezig met een. met een feestact. Uh, heb je zin om een keer over te komen praten? En toen dacht ik nog. ja, zal ik het doen? Zal ik lekker in Parijs blijven? Dus uh, ik ben heel blij dat ik toen uh, toch ja, de trein heb genomen. Ja, Goeie keuze, geweest. Ja. Top. Nou, leuk, dankjewel. Leuk, man. Dankjewel. Dat was hem, de elektra Podcast met Rob Kemps. Meer informatie en linkjes vind je in de omschrijving van de video hieronder. Wil je weten waar en wanneer je mij, Woutermonde, eens een keertje live kan zien? Ga dan naar woutermonde.nl. Als je Elektra leuk vindt, help me dan om Elektra te laten groeien. Dat kan heel makkelijk. Geef even een duim omhoog of laat een leuke reactie achter in de comments. Abonneer op dit kanaal en klik dan ook nog even op die bel. Want dan krijg je een melding als er een nieuwe aflevering staat. Deel de podcast met vrienden en bekenden. Of ga naar Elektrapodcast.nl en doe daar een grote, een kleine of een middelgrote donatie. Oké, okay, tot de volgende Elektra. Hoi!